Oh, nou, dit doe ik nooit meer. Goedemorgen, het is zondag. Nee, ik zei zondag. Oh, wil jij hem openen? Mag. Nee, toch niet. Ik ben aangekleed klaar. Sarah die is al nu aan het ontbijten, gaat niet snel vandaag. En Kelly komt straks, gezellig. Dus ik ga nog even snel wat doen. En daarna gaan we lekker zitten. Op zitten. Jee, nee. En daar komt wat is. Oh ja, Sarah zit ook... Kinder-YouTube te kijken. En daar zag ik een puppy bij. Oh, dat is weer die echt elke keer. Gisteravond ook, Sarah. Toen ging elke keer jouw Tamagotchi-pipa. Kijk, hij is naar de wc geweest. Dus je moet het even schoonmaken, zegt hij. Oké. Zie je? Hoe moet het schoonmaken? Nou, je weet ook hoe je van de wc moet doen. Dat is die tweede, geloof ik. En dan is zo'n hokje weer schoon. Zie je het? Ja, en hij is weer blij. Gisteravond, je had hem niet op slaapstand gezet. Toen heb ik het ook allemaal voor je zitten doen. En hij heeft nog iets. Hij heeft een idee of zo. Hij wil iets. Maar ik weet niet wat. Oh, hij was een beetje ziek volgens mij, Sarah. Want nu kan ik hem een prik geven. Ja, nu doet hij het weer goed. Oké, dit is de laatste thing we're getting today. Hij wil nog iets. No, I said enough. Oh, schijnbaar heb je... Yes, they're very nice. Dan sta ik dat ding te verzorgen voor je dame. Want hij was weer naar de wc... Ik heb ze ook maar weer schoongemaakt. Je hoort me niet eens. Ze zit zo in de televisie. Ik ben blij zo. Dat je dat doet. Oh ja, ik had eten gegeven, een prik gegeven en toen weer het hok schoongemaakt. Leg ik hem weer in de kast, oké? En Sarah heeft een cadeautje gekregen van Sinterklaas. Hoe zou het erin zitten? Spannend. Oh, die is leuk. Zo'n rubbelshirt. Die is wel heel cool. En dan met aan de knoopjes. Knoopjes aan de mouwen. Kijk, hij is een beetje gekreukt hè, van in de verpakking. Kijk, hij is wel echt heel cool. Tot waar was jij deze? Ik denk het niet. Ja, pas precies hè. Moet je niet te veel eten. Accentueert je buik zo. Nou, pas precies. Mooi. Is die eigenlijk van mij? Nee. Kijk maar, want ik pas hem. Ja, denk je dat je een cadeautje in je schoen zou krijgen? Of krijg je alleen maar de roe? Ik denk dat ik alleen maar de roe krijg. Ik ook. Ja, denk jij dat ook? En jij, mama? Ik denk het ook. Ja. We gaan nu snel kleuterraadsels opnemen. En dat wordt de laatste aflevering, aflevering 10. Maar er gaat zoveel op YouTube natuurlijk veranderen met nieuwe wetgeving en alles vanuit Amerika... Waar ik overigens best wel mening over heb. Want ja, sommige dingen vind ik ver overtrokken. Tuurlijk, ik vind het heel goed om kinderen te beschermen. Absoluut. Zal je nooit over horen. Maar de manier waarop is gewoon echt overtrokken. Laat verantwoording bij de ouders liggen. Scan gewoon voor dingen die echt niet kunnen. Maar net als de filmpjes die Sarah heel graag wil maken. Ja, het is niks raars aan of wat dan ook. En dat is een keuze die je als ouder maakt. Kinderen lopen ook op straat, komen ook op gewone televisie. Dus ik bedoel, ja, ik ben het er gewoon niet mee eens. Laten we het daar maar op houden. Maar goed, dat betekent dus wel dat we de laatste aflevering nu opnemen. Die komt aankomende woensdag online. Dus jullie zien dit op zondag, dan is die dus afgelopen woensdag online gekomen. En dan komt aankomende woensdag alleen nog het antwoord online. En ja, dan is het helaas het einde van. Vinden we echt heel jammer overigens, want we vonden het echt heel leuk om te doen. En ja, helaas,
met YouTube. En we merkten al, omdat ze al bezig zijn met de regels doorvoeren. In het begin werden ze veel beter bekeken. Maar ze worden helemaal niet meer aanbevolen. Dus ja, ze worden ook veel minder bekeken. De reacties worden elke keer uitgezet. Dus ja, reacties op een raadsel is wel zo handig. Maar dat gaat ook elke keer niet. En elke keer zet ik ze dan weer aan. En dan staan ze weer uit. Dat heb ik overigens ook met heel veel vlogs. Ja, ik kan er helaas niks aan doen. Ik vind het echt heel vervelend. Word je er zelfs een beetje gek van. Het wordt je onmogelijk gemaakt. En dat vind ik echt heel jammer. Maar goed, helaas. Heb je er zin in? Ja? Oké, gaan we het doen. We zijn ondertussen met Kaylee. Marcus, nou even weg. Kaylee de poes zien. Ja, we zullen kijken of we Kaylee de poes zien. Eindelijk. Eindelijk, je naamgenootje, ja. Zij was lekker op de step. Het is zo lekker weer, dus we hadden echt zoiets, we willen niet binnen zitten. We zijn gewoon even lekker aan het wandelen in het park. En Sarah op de step. Op de step, op de step. Ik ben zo blij dat ik hem heb. Elke keer als we eenden zoeken, zien we ze niet. En vandaag zit het hele park vol met eenden. Echt overal. Kijk maar, het zit echt ook hier helemaal vol eenden. Ik kom. Gek kind. Hé, hey, en voor je, kijk Sarah daar. Ook allemaal eenden. Het is ook echt niet een paar eenden, Kiel. Het loopt gewoon echt, het zit helemaal vol. Echt, dat is altijd zien. Vorige keer ook mee aan de zee. Ik heb vorige keer anderhalf uur met ze rondgelopen op zoek naar een eend. En nu? Loopt het helemaal vol mee. Ja. Nou, kijk dan, kijk dan. Echt. Moet je kijken, mensen, echt. Mensen en kinderen dan? En mensen en kinderen. Kinderen zijn ook mensen. Maar echt helemaal tot het andere bruggetje. Ik zie ze non-stop overal zitten. Kijk, een roze blaadje. Oh, hij is wel een beetje beige. Ik zie daar wel rood in de boom. Maar ik denk dat iemand dat gemaakt heeft. Zullen we kijken? Het is best moeilijk steppen, hè, zo in de blaadjes. Ja. Nee? Nee, dat is gemaakt zo door iemand. Kijk maar. Kijk, maar ik dacht, kijk, het is helemaal rood. Een trappetje weer naar beneden. Ja, hier is een trappetje naar beneden. Maar ik wil daarheen zo. Oh, dit ziet er geweldig. Ik dacht, echt is die boom nou rood van binnen, maar dat is geverfd. Niet wil mijn step tillen. Ik wil naar beneden. Nee, maar daar is niet veel meer. Dus kom, we gaan deze kant op. Elkaar is je ook naar beneden. Lukt dat? Ik zou hem daar even optillen. Hier. Daar zijn de blaadjes op de modder, zeg maar, op de aarde. En hier op het pad. Hier kan je nog wel enigszins steppen. Ja, zie je? Voel je het verschil? Kelly heeft een step gepikt. Ja, nu het heuveltje af. En jij bent maar 1,80 of zo, dus een kinderstep is totaal niet te klein. Pas op, Sarah, we gaan aan de kant. Dit wordt gevaarlijk. Oh, ik ga stuk. Ik doe goed. Ik wil nog een keer de heuvel van me af. Ik wil het gaan. Nou, doe maar. Dan maar een bankje hier. Oh. Hartverzakkingen van mijn kind, echt. Nou, gaan wij als twee oude vrouwtjes op een bankje. Ja. Oh, zo, deze laag. Echt, fijn met mijn zit echt met mijn knieën helemaal omhoog. Nou, daar gaat ze. Oh, ik ben zo bang dat ze valt. Dit is echt gaaf. Ja. Die wil een keer dit doen, wat ik stoer doe. Jij zo stoer doet? Nou, Kaylee, zet hem op. Ja, kijk een keer met de step. Oh, ja. Daar gaat ze hoor, daar gaat ze. Ik ben heel erg verkouden, dat weet je. Ja, echt hè? Geen Lies Laars, maar een Lies Step. Hij is een beetje klein voor ons. Ik weer? Nee, nu mama ook nog. Ik ook. Ik breng hem wel voor mama. Oh, breng jij hem voor mij? Wat een service dan.
ondertussen zitten we hier wel gewoon op een bankje, heel rustig. En, we hebben een rennende Sarah. Nee, we moeten mama filmen. Ja. Kelly, kan je een beetje opzij gaan? Hier staat Sarah. Ik wil niet op film. Hallo, Rivano. Hoi, Rivano. Dat was een klasgenootje van me, Rivano. Oh, ik vind het gewoon eng. Maar het is ook echt, je denkt echt, oh god. Het is echt een stuk. Zo, nou dit doe ik nooit meer. Nou, we zijn weer lekker binnen. En lekker een theetje. En we zijn het stoombootspel. Ja. Stoombootpakjespel, pakjesbootspel. Nee, een stoombootspel. Het stoombootspel. Die zijn we aan het spelen. En we gaan heel goed. En daar moet ik wel mijn goede poppetje. Ik was vroeger altijd paars. En sinds ik Sarah heb, is Sarah paars. Oké, nu is het spannend. We zijn bij allemaal onze muntjes. Twee. Vier. Hoeveel punten heb jij? 4 plus 3. Niet 8. 4 plus 3. Niet twijfelen. 7. Ja, ik wou zeggen. Wie mag er dan? Mama of Kelly? Mama. Nou, gaan we eens kijken. Oeh, maar 1. Ga jij ze bij elkaar tellen? Hoeveel heb ik er dan? 4. Nog een. 4 plus 3? 7. Ik wou al zeggen, die had je net ook. 8 plus 3. 11. Goed zo. Nou, dan gaan we nu heel spannend naar Kelly kijken. Jij. 1, 2, 3, 7 punten. Wie heeft er verloren? Nou, daar heeft niemand verloren. Jullie staan gelijk. En mama heeft gewonnen. Maar mama had ook echt gewoon constant geluk dat ik echt het goede rolde. Dat ik elke keer gelijk goed naar boven kon. En alleen die laatste worp kwam ik niet bij een trappetje uit gelijk. Lekker Hollandse kost. Hutspot. Met een zuurkuiltje. Oh nee, hoe noemde jij het vorige keer? Een tijdje geleden? Een Hollandse kuiltje, hè? Jij zei noemde net een Hollandse kuiltje. Dat was echt te grappig. Hem op? Nee. Wel, want ik heb zelfs de vlog toen zo genoemd. Nou, lekker gegeten en nu even de tafel schoonmaken. Dan gaan we nog even verder met kleuren. En als jouw kleurplaat helemaal af is, kan papa morgen voor je inleveren. Misschien dat je dan wel een prijs gaat winnen. Dat zou wel leuk zijn natuurlijk. Wat film jij in mijn hand? Dat je schoonmaakt. Ja. Deze tafel, echt, er zitten zoveel plekken in gewoon van het leven. Kijk maar, al dit lijkt altijd of het nog steeds vies is, maar er zit echt niks vies aan. En ik blijf wel te poetsen daardoor. Kijk, Marco is echt een naaper. Zie je deze randjes met stift hier omheen? Dat had ik dus gisteren gedaan. Oh, echt charmant, ook in de prijs. Ja, maaglijker. Maar goed, ik had die randjes, heeft Marco het opeens ook allemaal. Hij heeft mijn idee gepikt. Papa is er eentje vergeten hoor. Ja, die. Dat heeft hij nog niet gedaan. Maar hij heeft mij nagedaan. Dat maakt niks uit. Nee, het maakt ook niks uit. Maar het viel mag wel op. Sarah ligt op bed, dus wat gaan wij doen? Verder kleuren. Jij neemt het helemaal serieus. Echt. Maar het zijn zoveel kleine stukjes en we zitten allebei wel echt zwaar ons best te doen, zeg maar. Maar ik denk dat ik nou morgen of overmorgenavond dat die misschien af is. Bij jou? Ja, jij gaat iets harder volgens mij. Nou, valt mee. Je hebt deze kant wel af, maar daar heb jij minder. En ik heb het aan beide kanten natuurlijk een beetje. Het is nu wel een beetje gelijk liggen. En het is nog heel wat werk. Die kleine randjes. En die kinderen hebben dat echt een half uurtje volgekrast. Kijk nou, dan ben ik even vergeten. Kleuren is nog best verslaafd, moet ik zeggen. We hadden allebei heel erg moeite om het weg te leggen. En elke keer was het, nou, dit stukje stoppen we, ja? Ja, nou, dit stukje. Ja, dan doe ik nog even dit, dan doe ik nog even dat. Nou ja, voor het weten waren we anderhalve verder weer.
Maar goed, even snel een bakje en een beker vast voor Sarah maken. Want ik vergeet het elke keer. En ik denk, als ik het nu vast doe... Ik moet echt niet vloggen en dingen tegelijk doen. Echt, ik zweer het. Note to myself. Don't do it. Maar goed, ik dacht, als ik dat nu dan gelijk doe... Dan kan ik het niet zo weer vergeten. Want elke keer... vergeet ik het op de een of andere manier. En dat is echt sinds dat schoolfruit. Want daarvoor ging het elke keer goed. Maar ik ben er zo van uit mijn ritme gegooid daarmee. Oh, God, dit kan natuurlijk ook anders. Zo. Nou. Ik zie opeens dat het eierrekje van mijn vrouw is. En daar ook eieren in de doos staan. Ja, kan ik er niet tegen. Zo. Dat is beter. Ik ga heel snel een stukje editen, want ik ben bij weer. Dat is natuurlijk de afgelopen weken heel vaak niet gelukt. En ik wil echt bij blijven. Ben je helemaal bij met editen? Dus nu even de kamer opruimen. Ik had het natuurlijk, wanneer was dat gisteren? Dan had ik uiteindelijk helemaal vrij. Nou ja, je draait je om, zelfs mee en het staat weer vol. Is ook, ik heb het maar weer voor nu even opgegeven om het dicht te krijgen. Ik zou met z'n spulletjes weer uit gaan zoeken. Nou, dat kan er elke keer nu even niet van. Even zonder manier. Ik moet er even binnenkort tijd voor maken. En dan kijk ik dan wel weer of de kist dicht kan. Het is gewoon overvol steeds. Het staat hier niet zo vol gebruikt als vorige keer. Dus aan de kant. Zo, nu kunnen we weer. Kunnen we weer een beetje lopen in de kamer. Want echt het gigantische ding. Ah, zo leuk, dat had ik helemaal niet verteld. Sarah was nog met Kelly even naar de Jumbo geweest. Want ik had toch nog dingetjes in huis te doen. En Kelly wilde naar de Jumbo, naar het Wazen samen gaan. Toen hebben ze deze voor me meegenomen. Echt zo lekker. Maar ik ga hem niet eten vanavond. Want ik wil even gewoon niet snoepen nu op dit moment. Ik heb echt, echt te veel gesnoept de afgelopen weken. En dat is echt niet goed. Want ik merk het aan mijn kleding, zeg maar. En dat is voor mij wel echt dat ik denk, nee, dat gaat niet gebeuren. Nou, verrassing. Ik heb het uiteraard weer veel te laat gemaakt. Dus even snel alles nog dicht en recht. En dan ga ik snel slapen. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Doei doei!